Dames en heren, het hoort er allemaal bij. Leuk om hier te zijn, in deze mooie locatie. Ik dacht, ik wil eigenlijk beginnen met eigenlijk te zeggen dat ik vandaag de dag ontzettend spannend vind eigenlijk. Omdat het juist vandaag meer dan ooit een tijd is waarin een oud systeem aan het crashen is. Hè? Echt aan het crashen. Qua economie, qua energie, misschien ook wel qua politiek. En aan de andere kant is het ook weer die nieuwe wereld waar we dan wel naartoe willen. Die is ook een beetje onduidelijk. Hè? We zijn erover aan het nadenken. Het is ook nog een beetje vaag. Het is een beetje fussy. We zijn er ook een beetje bang voor op een raar soort manier. Dus op een bepaalde manier zijn we eigenlijk die nieuwe wereld nog aan het prototypen. En voor sommige mensen is dat wellicht een beetje eng en onduidelijk. En hoe moet dat dan? En waar verdien ik mijn geld mee? Etcetera, etcetera. En techniek, gaat dat ons overroelen of juist in de steek laten? Allemaal dat soort dingen. Maar aan de andere kant, ik vind het persoonlijk wel spannend. Want het dwingt ons om iets te worden, juist wat we volgens mij in Nederland heel goed kunnen. Namelijk creativiteit. Creatief zijn. En meer dan ooit doet een tijd zoals nu daar een beroep op. Sterker nog, hè, als je het even over economische hard capital termen hebt. Ik denk dat creativiteit ons exportproduct over 5 tot 8 jaar is als Nederland. Het enige waar we nog echt een onderscheid mee in kunnen maken. En in die zin dacht ik, ik wil jullie een paar voorbeelden laten zien over hoe voor mijn gevoel die nieuwe wereld eruit zou kunnen zien. En dat gaat over technologie, dat gaat over de mens. Maar dat gaat meer dan ooit over het verlangen om weer te gaan ontdekken. Weet je? Dat is zo spannend van vandaag. We kunnen weer leren ontdekken. We kunnen weer dingen uitproberen. We kunnen weer fouten maken. We kunnen weer doorgaan. Maar voordat eigenlijk we in die toekomst duiken en praten over wegen die elektrische auto's kunnen oplaten en jurken die in transparantie kunnen veranderen als je intiemer met iemand bent, et cetera, et cetera. Ik dacht, ik geef je even een voorproefje. Dacht ik, we beginnen even met het verleden. He, ook in een historische stad, in een historische kerk zoals hier. Er is ook denk ik een fout dat je zegt, oh, nieuw is goed en oud is suf. He, dat werkt natuurlijk niet zo. Het gaat om die koppeling daarin. En ik wil dat eigenlijk aantonen met een, of eigenlijk bewijzen met een filmpje waar ik ook mijn zomergasten vorig jaar ben mee gestart. Ik hoop dat jullie hem dat vergeven, want hij is zo goed. Je mag hem vast nog wel een keer zien. Frans Bromet en zijn dochters, die een hele simpele, bijna banale vraag aan Jan en Man op de alledaagse straat stellen. En wat even belangrijk om te weten is van dit filmpje, is dat die is gemaakt in 1999. Met geluid graag. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er niet van in. Dan ben je op aan het fietsen en dan word je gebeld. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Ik dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder. Dat is mooi, hè? Ze sturen maar een brief. Hè? Kan je het je voorstellen? Hè? Nu is dat de mobiel letterlijk het dingetje waar je mee in slaap valt. Hè? Het is je buddy. En ik vind, wat ik zo fascinerend hieraan vind, wat Bromet eigenlijk bewijst, is dat we hebben de neiging om te geloven dat realiteit is wat het is. Hè? Zekerheid is zekerheid, onzekerheid is onzekerheid. Maar dat is natuurlijk niet zo. De wereld verandert. Iets wat we 10 jaar geleden totaal abnormaal vonden, is nu supernormaal. Is nu, we kunnen niet meer zonder. En dat is eng, dat is onzeker, maar dat is ook onze redding. Want dus kennelijk, als dit 10, 15 jaar geleden was, hoe ziet dan die komende 10, 15 jaar eruit?
En dat gaat niet alleen over techniek en een chip en een Microsoft of een Apple of een Philips, whatever. Het gaat ook over wat verlangen we van die wereld en wat wil die wereld van ons. En dat is denk ik heel fascinerend. En hoe kunnen we daar een stukje duurzaamheid en een stukje poëzie in knallen? Dat is eigenlijk hoe ik werk als kunstenaar en als ontwerper. Dit soort dingen maken, Lotus. Dit is feitelijk wat ik de hele dag doe in mijn studio. I have the easy job. Met een geweldig team van techneuten en ontwerpers. Hè, zoals je net ook al zei, in Nederland en in Shanghai. Waarin we kunst en creativiteit tactiel maken. En dit vind ik wel een spannende... Oh, even eentje terug. Dus op basis van de warmte van je hand vouwt die eigenlijk open als een bloem. En als die koud wordt, dan krimpt die weer. Dat is een natuurlijk principe. Alles doet dat. Want we wilden gaan nadenken, wat betekent natuur in de stad van morgen, in de stad van vandaag? Hè? We kunnen wel een beetje gras op dakjes en boompjes op daken gaan planten. Maar dat is cosmetica. Dus pak leer van natuur en pas dat toe. En we zijn dat gaan toepassen, zo'n materiaal als dit. Nadat we 8 maanden liepen te ploeteren, hè, om dit te krijgen. In Liel. Dit is een prachtige kerk. Renaissance, 1700. Santa Marie Madeleine. En in Frankrijk houden ze van cultureel erfgoed, net zoals hier in Leiden. Maar ze steken er heel veel tijd, geld en energie in om zo'n kerk perfect te maken. Ze zijn er ook onwijs trots op. Alleen het probleem met dit soort gebouwen is dat ondanks dat er heel veel liefde voor is, is niemand gaat erheen. Het is echt heel erg. Het is totaal disconnected van het dagelijks leven. En de burgemeester van Liel, die was daar heel gefrustreerd over. En zij belde ons op en die zei, Daan, ik wil dat jij iets gaat maken, zodat mensen weer gaan kijken. Zodat mensen die waarde weer gaan beoordelen. En ik vond dat eigenlijk een hele spannende, een hele goede vraag van haar. En toen hebben we voor hun de eerste Lotus Dome gemaakt. Dit is binnen in de kerk. Kun je het licht een beetje dimmen? Intieme relatie die je opeens hebt met dat landschap om je heen. 14.000 bezoekers in 4 weken. 16-jarige chicks die mijn liefdesbrieven begonnen te schrijven. Die kan ik ook laten zien als je wil, hoor. Maar ja, ik vind het allemaal prima. Maar wat ik ervan heb geleerd als maker, is dus door iets van de toekomst neer te zetten, ga je dus ook het verleden weer ontdekken. Hè? Dus doordat je langsloopt, het licht van Lotus volgt je. En opeens, heb ik hier een pointer? Nou, ergens daarboven, daar in het midden, die engeltjes, opeens valt er weer licht op. En opeens gaan mensen zeggen, oh, hey, allemaal mooie dingen. Terwijl die voorheen natuurlijk onzichtbaar waren, maar er altijd wel waren. Dus ook daarin gaat het veel meer over koppelen. Tussen oud en nieuw, tussen het praktische en het poëtische. Tussen de fantasie en het niet of wel kunnen. En vanuit daaruit dingen gaan maken. En dat vond ik eigenlijk een hele fijne van hier. En dus die koppeling tussen oud en nieuw ook, maar ook tussen verschillende werelden. Dat is waar voor mij innovatie, of in ieder geval die nieuwe wereld, over gaat. Hier een project Slimme Snelwegen, waarin, ga ik even een heel lang verhaal heel kort maken, waarin we eigenlijk ons afvroegen, hoe komt het dat als we praten over innovatie en over praten over mobiliteit, iedereen zich altijd focust op die auto. Die mag duurzaam zijn en sexy en glamorous en elk jaar een nieuwe, et cetera, et cetera. Geen probleem. Hè? Daar zit heel veel beweging en heel veel enthousiasme in. Maar de wegen waar jij en ik elke dag op rijden, nee, die zitten in een soort zeurhoekje. Weet je? Die moeten onderhoudsvriendelijk zijn en ja, lantaarnpalen, willen we dat wel, et cetera. Dus
Terwijl die bepalen eigenlijk veel meer hoe ons landschap eruit ziet. Het is letterlijk wat we zien als we in die bloody auto zitten. Dus kan dat niet een interface zijn? Is dat niet onze grootste openbare ruimte van informatie en van ervaring? En we begonnen dus na te denken als studio over licht en over informatie. En we begonnen toen te werken met lichtgevende verven. Verven die zich overdag opladen en 's avonds licht geven. Geïnspireerd inderdaad op de glow-in-the-dark sterretjes die je aan het plafond had als een kind. Nou, die verf die werkt een half uurtje en dan heb je er niks meer aan. Dus we moesten terug naar het lab. Een paar maanden onderzoeken. En uiteindelijk, na 8-9 maanden was dat, hadden we iets wat werkte. En ik kan me echt goed herinneren dat ik in de studio was en we hadden zo'n eerste lijn die naklode tot 8-9 uur lang. En daar waren we echt heel erg blij mee. Hè? Dat kan je je voorstellen. Maar tegelijkertijd keek ik ernaar en dan denk ik, ja, en nu? So what? Hè? Dan stel je voor, dan komt het in een museum met een bordje alsjeblieft niet aanraken bij. Is dat nou wat ik wil? Weet je wel? Met alle respect voor musea. Maar misschien had dit project of dit idee een andere impact nodig. En toen gaf ik een lezing. Volgens mij was dat voor in de Ridderzaal met het TEDx Binnenhof. Of iets daarvoor. Ik gaf een lezing net zoals nu. Maar wat ik niet wist is dat deze meneer in de zaal zat. En dit is concerndirecteur Heijmans. Gewoon een goed, degelijk bouwbedrijf, net zoals de anderen. En Heijmans zat in de zaal. Wat? Zeg ik het verkeerd? Oké, prima. Mag je me zo op aanspreken. Heijmans zat in de zaal en die had zoiets van, wow, that's us. Weet je, hij praat over ons. Dit is onze markt. Daar moeten we iets mee doen. En wat het spannende was, is eigenlijk, die begonnen ons te bellen en te vragen. En eigenlijk een van de eerste vragen die ze ons stelden, was een hele niet-artistieke, totaal niet designgedreven vraag, maar wel een hele belangrijke. Namelijk, wat kost dat? Ja, wat kost die verf? Nou, om eerlijk te zijn, dat wisten we toen ook nog niet helemaal. Dat ROI was nog niet achter de komma gedefinieerd. Maar wat ik wel wist, is, ik ben niet geïnteresseerd in product. Ik ben geïnteresseerd in proces. Ik weet niet hoe ik een snelweg moet bouwen. En jij wel. Dus we moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Dat was een hele belangrijke. Dus het creëren van een soort West Side Story. Hè, van twee gangs die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Dit mijn wereld van de millimeters. Hun wereld van de kilometers. Maar toch gaan doen. Toch het lef hebben om in nieuwe dingen te investeren. Dat is denk ik heel belangrijk. En ook om vanuit daaruit krijg je niet één idee, maar krijg je er meer. Futuristic highway can save energy while improving road safety and will debut mid next year. Glow-in-the-dark road markings use photoluminescent paint, which charges during the day and can light roads for up to 10 hours at night. The temperature-responsive road paint shows ice crystal patterns when temperatures fall below zero to warn drivers of slippery roads. Interactive lights light up when vehicles approach and dim as they pass by, saving energy when there is no traffic on the road. Wind lights get energy from roadside pinwheel generators. They light up using the draft produced by passing vehicles. Induction priority lanes are layered with induction coils under the tarmac to recharge electric cars as they drive. The various technologies will be introduced in the Dutch province of Brabant starting mid-2013. En dat is interessant, hè? Dus opeens gaan grote... Dank je. You're very kind. Opeens gaan dus grote en kleine bedrijven samenwerken om die nieuwe wereld te verkennen. Hè? Dat is denk ik een hele belangrijke. Fijke zal het straks daar waarschijnlijk ook over hebben. En ook gaan bouwen, gaan testen. Niet 3 jaar lang in een lab opsluiten en dan zeggen, tada, want dan is die wereld weer veranderd. Dus hier een weg in Os, die we hebben mogen lenen van de gemeente, van de provincie, waarin we die glowing lines... Over 5-6 dagen zijn ze matured, zijn ze uitgetest en lanceren we het internationaal. Energie-neutraal, maar ook gewoon mooi. Hè? Mag ik dat zeggen? Ja. Gewoon, nee, maar dat je iets hebt van, oh, dat wil ik zien. Ik pak nu de auto en ik ga daarheen. Nee, maar dat is ook belangrijk. Dat landschap, dat is cultuur. Hè? Dat is niet alleen maar factsheet in die zin. En ook hier uitproberen, leren, fouten maken, doorontwikkelen. Net zolang tot het goed gaat. Een overheid... Ja, sorry, deze moest ik even tonen. Onze gewaardeerde minister. Weet je, we zeuren soms over overheid. Van, het mag allemaal niet en het lukt niet. Dat is niet waar. Ik denk het is aan ons om het gewoon heel tactiel te maken. Om in voorstellen te denken in plaats van meningen. En dan wil zo'n overheid ook wel. En ze was er zo blij mee dat ze eigenlijk later zei, oh, maar als je dit kan doen, dan ga dan ook maar eens nadenken over de afsluitdijk van 32 kilometer. Weet je wel?
Dus dat is heel fascinerend van hoe je relatie met elkaar zo kan uitlokken dat je inspireert, dat je bouwt. Maar de grootste trots die ik eigenlijk heb op dit project, is niet alleen de dingen die ik net liet zien, maar eigenlijk dat mensen zich weer gaan verwonderen. En ik heb een kort filmpje wat daar eigenlijk heel goed over gaat. Dat is namelijk dit. オランダで今年話題になってるのは、一部の地域で、スマート高速道路ができるんですよ。電気自動車の充電が、自動に走りながらできる。はい、そうです。その他にもオランダでは車の接近を察知して照明が点灯する道路や、 風力発電を利用した街灯など、未来に向けてエコな取り組みが行われています。 Om eerlijk te zijn, ik heb nog steeds geen idee wat ze precies zeggen. Ik hoop dat het een beetje goed is. Maar dus opeens dook dit op in Tokyo News. Mensen raken weer enthousiast over een landschap, over Nederland, over nieuwe ideeën. En dat is denk ik waar ik naartoe wil. Maar ook keep it special. Hè? Zeg vaak nee om een goede ja te krijgen. Ga niet gelijk voor die Sheikh uit Qatar die opbelt en zegt wat kost 1000 kilometer. Maar doe de projecten waar je een gevoel bij, een emotie van hebt. Die speciaal zijn, waar je van kan leren. En hier, dit is een speciaal fietspad wat we nu aan het bouwen zijn. Voor Van Gogh. Nuenen. Vlakbij Eindhoven. 8 minuten van Centraal Station in Eindhoven, middencentrum. En Van Gogh heeft gewoond en gewerkt in Nuenen. 1883, 1885. En daar komen heel veel toeristen, heel veel mensen op af. Hè. Van Gogh, daar zijn we trots op. Ook vanuit buitenland. Alleen het probleem is een beetje, als je daar rondloopt, ook daar, er is niks te zien. Want Van Gogh is dood en al die mooie schilderijen hangen in musea. Die komen daar en er is niks te zien, maar ze komen wel. Dus de provincie en de stad belden ons op en die vroeg, Daan, kan je iets maken dat het weer tot leven komt? Dat mensen weer willen gaan ontdekken. En wat we toen zijn gaan doen is eigenlijk die lichtgevende strepen die je net zag, gewoon in hele kleine stukjes gaan hakken. En gaan kijken naar Van Gogh, naar de beroemde schilderij die hij later ging maken in Parijs, de Starry Nights die je ziet. En ook hier weer gaan koppelen. Dit is een beetje hoe mijn brein werkt. Ik heb heel veel zin om dit gewoon een uur lang te doen en dan kijken wat er gebeurt. Maar daar hebben we jou voor. Hè? Ja. Nee, ik zal even doorgaan. En dit is wat we nu aan het bouwen zijn. Dus in de krullen à la Van Gogh. Energie-neutraal, maar ook gewoon, ja, weet je wel, het is technopoëzie. Zo noem ik dat dan. Ja. Dus hij heeft daar rechtsboven gewoond. Hij heeft hier een heel beroemd watermolenschilderij gemaakt. En het is echt alsof je letterlijk door de sterren heen fietst. Ja. Dus dit kan je vanaf 13 november kan je daar overheen struinen. Ja. Ja, het is wel een mooie combinatie. Al dit soort projecten die ik nu laat zien, misschien wek ik de suggestie dat het allemaal heel makkelijk is. Hè? Van de belt een burgemeester en dan een minister en dan iedereen vrolijk. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee, maar daar wil ik het toch even over hebben, want het lijkt allemaal zo makkelijk en we schudden het een beetje. En dat is natuurlijk, en excuseer mij Frans, maar er is altijd gewoon heel veel bullshit en maar een heel klein beetje beauty. Hè? Maar die hebben elkaar wel nodig, daar moet je wel doorheen. En een van mijn frustraties die ik had in al die processen was niet zozeer de techniek, niet zozeer het geld, maar meer dat we in Nederland toch een raar soort mentaliteit hebben. Ik, maar ik denk we allemaal. Dat we aan de ene kant zeggen, ja, we willen innovatie. Ja, we willen vooruitgang. Ja, we willen het nieuwe. Maar tegelijkertijd, als iemand dan komt en die presenteert een nieuw idee aan zijn baas of aan zijn vrouw of aan zijn vriendin of aan zijn collega, een soort oer-Hollandse, Nederlandse neiging om dat nieuwe idee te beginnen met 2 woorden. Ja maar. Dat weten jullie echt veel te goed. En dit is inderdaad ja maar. Dat begon ik me zo te irriteren. Dit is de befaamde ja maar stoel die we toen zijn gaan maken. Omdat ik werd het gewoon zat. Weet je, ik ging me helemaal zwart kleden en een beetje grijs en zo. Dat is niet goed. Dus een zelfgestart project. Klein stemherkenning elementje daar net onder de zitting. En op het moment dat je op die stoel zit en je zegt die 2 irritant
verschrikkelijke horrorwoorden. Dan krijg je een korte, maar kan ik zeggen, vrij heftige stroomstoot op uw edele achterste. Volgens mij heeft toen voormalig Kamervoorzitter er gelijk 100 nog wat besteld. It wasn't me. Enfin, dus nee, maar serieus, we moeten weg van die ja maar. We beperken onszelf. Het gaat niet om geld. Het gaat niet of het kan ja of nee. Maar als we niet investeren in nieuwe ideeën, in nieuwe dromen, gaan we gewoon een openluchtmuseum worden. Geen twijfel over mogelijk. En dat is wat we niet willen, denk ik. We willen hervormen, niet decoreren. Dus weg van de ja maar naar de ontdekking. En ter afsluiting, ik pak even 5 minuten erbij trouwens. Even dat je het weet. Sorry, maar geen sorry. Beijing, zie je hier. Een stad zo ranzig, gevuld met smog, dat je bijna weer gaat roken om jezelf gezond te voelen. Het is echt... Dus hier zie je trouwens CCTV Tower van OMR en Koolhaas. Het NOS-gebouw van China. Maandagochtend keek ik uit mijn kamer op de 30e verdieping. Zie je onder, kan ik nog een beetje de stad zien. En dan dinsdag en woensdag komt die smog erin. Hè, van alle autootjes en steenkoolfabriekjes, et cetera. Smog. Het is echt een soort sluier. En ik keek daarnaar. En weet je, het is aan de ene kant super heftig. Hè. Mensen leven 8 jaar korter, kinderen longkanker als ze 6 zijn. Het gaat gewoon helemaal nergens over. En ook hier realiseerde ik, weet je, ik hou van techniek. En ik geloof in vooruitgang. Maar tegelijkertijd, hebben we nou George Orwell of hebben we nou Leonardo da Vinci mode? Hè? Soms creëert techniek bijeffecten die jij en ik helemaal niet hadden kunnen bedenken. Die duiken in ons gezicht op. Net zoals die man die zei, ze sturen maar een brief. Wist hij veel wat hem over zou overkomen? En dus hier de smog, de luchtvervuiling, is ook een soort bijeffect. En de burgemeester van Beijing heeft net een 165 miljoen US dollar programma gestart om zijn stad smogvrij te krijgen. Maar om eerlijk te zijn, het enige wat ze echt doen, is fabrieken verplaatsen naar plekken waar minder mensen wonen en zeggen, ja, je moet de fiets nemen, terwijl de auto een prestige status symbool is. Dus dat werkt allemaal niet. En ik begon hiernaar te kijken en denk, hé, maar misschien kan ik hier wat mee. Misschien Van Gogh heeft verf. Misschien heb ik mijn smog particles. En ik moest denken aan een gesprek wat ik had met een paar wetenschappers en ook als een kind had. Namelijk als je een ballon pakt, hè, een plastic ballon. En die wrijf je, die polijs je, dan wordt die statisch. En dat is heel fascinerend. Dus het is puur natuur, maar ook puur techniek. En dat trekt dus dingen aan. En toen dacht ik, hey, misschien kunnen we daar iets mee doen. Misschien kunnen we, want soms is het er wel, soms niet. Misschien kunnen we dat soort van opzuigen. En eigenlijk zijn we toen begonnen... Volgende slide. Ja, dankjewel. Met de grootste elektronische smogstofzuiger van de wereld aan het bouwen. Met TU Delft, Bob Eurs en wetenschappers. We pakken een park, smog. Een soort ionisch veld. Waardoor we een plek van 50 bij 50 meter de smog letterlijk opzuigen. En daarmee het schoonste plekje van Beijing gaan maken. Nieuwe wereld, oude wereld. Even. En het is heel fascinerend, want dus je maakt een plek die 75% schoner is dan de rest van de stad. Die vraagt een 1100 watt, net zoals een normale stofzuiger. En waarin we heel duidelijk zeggen, oké, dit is niet de oplossing. Het is niet de oplossing. Ik hoor jullie denken, je hebt helemaal gelijk. Maar ik wil weg van de factsheet discussie. En ik wil het naar een ervaring trekken. Als jij de toekomst ruikt, als je hem voelt, als je het verschil meemaakt, creëer je een incentive om samen te werken om zo'n hele stad smogvrij te maken. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus echt door een soort oase te maken, creëer je een bewustzijn en vanuit daar, bottom-up, ga je lopen prikkelen, ga je lopen kietelen. En dit is iets wat we mid volgend jaar of eind volgend jaar gaan realiseren met een eerste pilot in Nederland. Ook hier lopen we tegen dingen aan. De eerste meeting die we hadden met de burgemeester van Beijing, hè, van dat 165 miljoen US dollar programma, keek hij me aan. Hij maakte zo'n scan. En hij stelde ook één vraag. Namelijk niet wat kost het, maar... Nee, niet eens wanneer. Hij stelde... Where's your boss? I am the boss. No. Nou, oké, dat was een slechte eerste meeting.
Hoe is Rozenbottel? Nobody knows. Ja. Dus dat werkte niet helemaal goed. Dus goed, weer terug naar Nederland. Jet Bussemaker, handelsmissie, MOU met de stad. Nou, important, yes, he's serious, et cetera. Dus de rol van de overheid, ook van de actieve overheid, ook weer daar heel belangrijk. Waardoor we dus het draagvlak krijgen om het wel te maken. Maar ook daarin leren we van het proces. Hè? Soms gebeuren dingen die je niet kan verwachten. Dit is de smog die we aan het opzuigen waren. Het vieze, ranzige poeder wat je inademt. Trouwens, Nederland heeft ook een fijnstofprobleempje rondom Rotterdam en Utrecht. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar het is echt niet in je koffie stoppen. En we hadden in de eerste pilots die we aan het maken waren, hadden we bakken vol met dat spul in onze studio staan. Hè? En op een gegeven moment, ja, we zijn heel praktisch. Denken we, we moeten weer andere projecten starten. Dat spul moet weg. Maar ja, wie bellen we daarvoor? Is dat chemisch afval? Waar laten we het? En toen zei iemand in mijn studio van, hey, stop Daan, je maakt een denkfout. Stop. Want afval in een nieuwe wereld bestaat natuurlijk niet. Afval voor de een moet voedsel voor de ander zijn. Hè? Denk als een cirkel, denk als een netwerk. En toen zijn we eigenlijk weer opnieuw gaan kijken naar dat vieze, troepachtige, stinkende zakje. En gaan realiseren dat 42-48% bestaat uit koolstof. En wat gebeurt er nou als je koolstof onder hoge druk zet voor een langere tijd? Dan krijg je, jullie wetenschappelijk leiden, dit weten jullie, diamantjes. Ja. Nou goed, dat kost echt veel te veel stroom en energie, dat gaan we niet doen. Maar daar ontstond wel het idee van, wat nou als we het een half uurtje onder druk zetten? Dan gaat het kristalliseren. En we zijn dus nu smokringen aan het maken. En dus door een ring te delen, doneer je 1000 kubieke meter schone lucht aan de stad Beijing. Maak mensen onderdeel van de oplossing. Niet alleen van het probleem. En het grappige is, dus de gruwelijke, dan belt opeens Swarovski, alle mode en sieradenmerken beginnen te bellen. De gruwelijke winst die we gaan maken met die ringen, die financiert... Sorry. Die financiert ook weer de realisatie van het park. Dus we hebben die rare banken niet meer nodig, weet je. Dus maak het deelbaar en ook daarin, en dan sluit ik af, ga je ook weer door. Hè? Dus we zijn nu een hele serie aan het maken, waarin voor de heren de cufflinks, de machetteknopen, in het bijzijn van majesteit op 20 oktober op een internationale conferentie wordt gepresenteerd. Dames en heren, dit is voor mij die nieuwe wereld. Hè? Het verlangen om te ontdekken, de lef om te koppelen. En ik denk jullie als wetenschappers, als entrepreneurs, als een aankomende generatie, weet je, als we dat gaan doen, als we dat echt gaan doen, is er gewoon nog een wereld te ontdekken. En ik heb heel veel zin om dat samen met jullie te gaan doen. All right, dankjewel. Dankjewel.